Goedendag en welkom bij de podcast van HR Morgen. Met vandaag State of the Art HR, de serie over de beste HR-programma's en de laatste HR-inzichten. in samenwerking met het ontwikkelhuis. Mijn naam is Narada Bouwland en vandaag gaan we het hebben over de stem van de medewerker in een organisatie. Die zouden we als HR-professionals luid en duidelijk moeten horen. Maar als we eerlijk zijn, zijn we dan echt aan het luisteren? En dat gaan we vandaag bediscussiëren. Dat doe ik niet alleen. Heb ik zoals altijd naast mij staan Sonja Bakker, directeur-eigenaar van het ontwikkelhuis. Goedemiddag, Sonja. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Um, meteen maar eventjes op het uh, onderwerp ingaand, um, luisteren naar de medewerker. Is het eigenlijk niet veel makkelijker voor mij als HR-professional om die medewerker maar zoveel als mogelijk te vermijden? Want als ik heel veel ga zitten luisteren, ja, dan moet ik alleen nog maar meer dingen gaan doen en dat gaat mij niet helpen bij het bereiken van mijn doelen. Nee, nee. Ik, nou, ik denk dat de intentie van de HR-professional echt wel unaniem is dat er graag uh, naar de medewerker uh, geluisterd wil worden, maar ja. dat we wel afgelopen jaar zien uh, met, nou ja, we hebben vele HR professionals begeleid, maar dat die agenda wel echt ram en ram vol zit. Dus ik kan ja. me heel goed voorstellen dat je af en toe denkt, nou, hè, ik uh, zorg eerst maar even dat ik gewoon beleidstukken af heb of andere strategische uitdagingen dan ja, ja. dat je heel goed nadenkt hoe je de stem van de medewerker meeneemt in, uh, in, uh, ja, in de dingen waar je dag dagelijks mee bezig bent als hr ja. professional ja. ja, ik denk dat we dat je dat men toch zo'n onderbuikgevoel heeft van ja, ik heb zoveel te doen, maar ik zou ook eigenlijk beter moeten luisteren. Ja. Uh, dus ik hoop dat we uh, ja, onze kijkers en luisteraars vandaag wat uh, handvaten daarvoor kunnen geven. En um, daarvoor heb jij iemand uitgenodigd vandaag. Dat was uh, Priscilla van Dijk. Uh, Goede middag Priscilla, leuk dat je er bent. Um, Sonja, waarom heb je vandaag voor Priscilla gekozen? Ja, de Priscilla ken ik inmiddels al 8,5 jaar. Dus onze eerste uh, opleiding, persoonlijk leiderschap van HR Professional, daar zat de Priscilla in. Mm -hmm. Toen nog werkzaam als HR adviseur, uh, jong talent bij het bedrijf waar ze toen uh, werkte. En ik heb Priscilla heel erg mogen volgen in, uh, in uh, de loopaanstappen die jij uh, gemaakt hebt. En inmiddels ben jij eindverantwoordelijk HR, HR-directeur bij uh, NEP uh, The Netherlands. En... Ja, ik vind het heel leuk om een keer iemand aan tafel te hebben die gewoon wat meer zicht heeft op de gewoon wat kleinere organisaties. Dan de directeuren die we gehad hebben, die allemaal een beetje uit de corporate-achtige omgeving kwamen. Om gewoon ook tijdens dit webinar een ander geluid te laten horen dus heel erg welkom en heel leuk om samen te doen zeker ja ja, ja. dus jullie relatie gaat vrij lang al terug mij um, ging over per persoonlijk leiderschap uh, is toen een onderwerp wat jullie samen hebben gepakt voor jouzelf Priscilla toen wat heb je daarvan meegenomen ja, ik denk dat ik vooral mezelf heb leren kennen als HR-professional dus wie ja. ben ik wat vind ik belangrijk en hoe communiceer ik ook effectief en hoe breng ik mijn boodschap over en ik denk dat nou ja, Sonja, ik ben Sonja meerdere keren tegengekomen in mijn, uh, in mijn loopbaan tot nu toe. Uh, en toch heeft dit voor mij echt de basis gelegd uh, in wat ik ook iedereen gun in een organisatie. Dus niet alleen maar als HR-professional, maar sowieso ook gewoon weten wie je bent, waar je voor staat, wat je grenzen zijn. Um, om uiteindelijk ook niet alleen maar. Uh, te verwachten dat je stem wordt gehoord, maar dat je hem ook laat horen. Dus dat je ja. daar ook zelf een verantwoordelijkheid in kan pakken. Ja, ja, dus dit heeft jou geholpen bij het beter horen van die stem van de organisatie, de medewerker, de manager. Zeker. Ja, ja oké. Okay. Nou, dus uh, heel leuk dat je er bent. Um, en het is een live sessie, hè, live op LinkedIn. Dus ik wil graag iedereen die vandaag kijkt ook uitnodigen om met ons uh, mee te discussiëren. Um, en uh, we hebben daar zometeen een aantal stellingen voor, dus dat is uh, leuk om op te reageren. Dus doe dat ook vooral. En voor de leukste vraag of de leukste opmerking die vandaag binnenkomt, hebben wij een uh, boek weg te geven: en dat is Socrates op sneakers. En uh, Sonja, waarom heb je voor dit boek uh, gekozen vandaag? Ja, de schrijver legt gewoon op een hele eenvoudige manier uit hoe je beter vragen kunt stellen, maar vooral ook beter kunt luisteren. Ja. En dat je de diepte in een dialoog kunt opzoeken. Waardoor je gewoon veel meer informatie uh, tot je beschikking krijgt. Ja. Waardoor je ook betere keuzes kunt uh, maken. En, uh, ja, het is een heel leuk boek om te lezen. Dus ik, uh, ja, ik ja. zou het eigenlijk iedereen aanbevelen. Maar ja, we gaan er één uh, weggeven vandaag. Nou, ja. Dus uh, vooral reageren. Hartstikke leuk als jullie dat uh, doen. Dus zullen wij uh, beginnen met onze eerste stelling van vandaag. Ja. Um, die is als volgt. Er is geen ruimte meer om lijnmanagers te vragen een rol te spelen in HR-processen. Um, dus ik ben benieuwd of jullie het daarmee eens zijn. Hè? Want volgens mij is dat een, een, een soort ontwikkeling die zich in de afgelopen jaren heeft... Uh, ...afgespeeld. Uh, er ging veel van HR naar de manager. Maar goed, de manager heeft het ook vrij druk uh, gekregen. Um, hoe kijk jij daar naar, uh, Sonja? Ja, ik denk dat de afgelopen jaren. is er zoveel mogelijk. van HR-taken neergelegd bij de lijmanagers. Mm -hmm. Integraal lijmanagement noemen we dat. Um, ik denk dat dat al een hele goede beweging is. Want HR. He, de verantwoordelijkheid van medewerkers, ja, dat is ook de verantwoordelijkheid van de manager. Ja. Dus die beweging is ook heel uh, uh, logisch. En tegelijkertijd volgen we het ja, aantal onderzoeken die zo worden gedaan in dit werkveld. En Gartner is uh, er daar één van. En daar komt toch verrassend genoeg uh, naar boven dat. Uh, 75% van de HR-managers wereldwijd ziet eigenlijk dat de toename van verantwoordelijkheden breder dan alleen maar HR best wel veel impact heeft, waardoor die lijnmanager zich wel overspoelt, voelt door alle dingen die uh, bij hem of haar op het bord ligt. En tegelijkertijd zegt ook 75% van de lijnmanagers zich eigenlijk onvoldoende voorbereid en onvoldoende tijd en ruimte te hebben... om al die veranderingen... die steeds sneller gaan... Ja, daar goed, uh, uh, dat goed eigenlijk... neer te kunnen zetten... in organisaties. Ja. Dus we hebben er wel iets te doen. Dus ik denk dat we op het punt zijn bereikt... van oké, okay, dus deze... lijnverantwoordelijkheid... als het over HR gaat... Dat vraagt misschien dat je ook andere dingen bij de lijnmanager misschien wel weg moet halen. Of dat je ook moet kijken hoe je het dienstverleningsmodel van HR wel zo inricht dat uiteindelijk die stem van de medewerker wel wordt gehoord. Want ja. dat is toch de basis het is je grootste asset in de organisatie. Ja. Het kost vaak ook het meeste geld. Dus ergens uh, dat spanningsveld is, is gewoon super belangrijk om dat heel goed zorgvuldig in te richten. Ja. Ja. En Priscilla, wat is wat jou betreft nou de reden dat we langzaam misschien toch die stem aan het kwijtraken zijn als HR van, van die medewerker? Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat we zelf ook als HR vrij procesmatig aan het werk zijn. Um, dus er is heel veel gericht op operational efficiency en ervoor zorgen dat je. Processen goed op orde zijn. Uh, we leggen veel in de lijn. We verwachten veel van managers. Maar we moeten niet vergeten dat het ook lastig is voor die managers. Omdat ze, nou ja, of, of je nu in een grote organisatie zit en dertig mensen aanstuurt, uh, dat is ook iets heel anders. Dan kom je misschien wat vaker met sommige vraagstukken, uh, heb je dan te maken. Ja. Dan met sommige managers die uh, een kleiner team aanstuurt, waar vraagstukken één keer in de zoveel jaar misschien spelen. En we verwachten uiteindelijk wel dat zij dat gesprek met de medewerker voeren. Ja. Um, ja, en dan, dan, dan komen er vragen bij HR, vooral procesmatige vragen. Wat moet ik doen? Wat is mijn verantwoordelijkheid? Hoe kan ik uh, de medewerker informeren? Uh, wat is daarin van belang? En ja, ik zie dat dat lastig is. Dus dat ze daar heel graag wat meer handen en voeten uh, in willen hebben. De rollen en verantwoordelijkheden ook altijd niet heel duidelijk zijn. En daar kunnen wij een rol in spelen vanuit ja. HR door het... Zo in te richten dat het helder is wat we verwachten. En uh, dat we het meer kunnen hebben met de manager over de hoe. Dus hoe doe je dat dan? En welke vaardigheden zijn er voor nodig? En laten we dat dus even gaan oefenen. Ja. In plaats van uh, uh, de wat. Ja. Ja, ja, dus dat is een hele andere kijk. Want het is normaal gesproken zou je kunnen zeggen. Uh, ik heb hier een, een HR-taak. Uh, jij doet hem of ik hem, uh, doe hem. Of we gaan bespreken hoe we het samen voor elkaar krijgen. En wat jij nodig hebt en wat ik nodig heb om. Het uh, voor elkaar te krijgen. Begrijp ik hem dan goed? Is dat wat je bedoelt? Uh, enerzijds wel. Ja. Uh, en uiteindelijk heeft uh, het heeft ook zin. Integraal management is niet voor niets ontwikkeld. Ja. Het heeft ook zin om zo dicht mogelijk op je collega's te zitten. Ik noem het collega's in plaats van vaak medewerkers, want we ja. zijn uiteindelijk allemaal collega's. Uh, en het heeft dat daadwerkelijk zin dat. Dat die manager in contact is met zijn medewerker en dat er ook snel vragen beantwoord kunnen worden voordat het vaak ook een kookpunt bereikt. Ja. Want Dat laatste wat je wil is dat er veel onduidelijkheid is waardoor iets een kookpunt bereikt. En ja, en als je dan eerst de vraag aan HR moet sturen en je krijgt misschien niet direct iets uh, of iemand te pakken en dat duurt 24 uur voordat je een antwoord krijgt, dat ja. uiteindelijk is dat een bepaalde onzekerheid die bij de medewerker leeft en dat doet iets met iemand. En uh, daarom vind ik het goed dat al je als manager er dichter bovenop staat en directer in verbinding bent en, en uh, vaak ook voordat het een kookpunt bereikt, hè, de eerste signalen opvangt en daarop kan inspelen. Ja. Uh, maar ik denk dat het voor ons belangrijk is dat we en de verbinding met de manager hebben, waardoor we ook die signalen van die signalen horen ja. uh, en tegelijkertijd uh, de manager de tools geeft om snel. De verwachting inzichtelijk te hebben, zodat je die ook kan communiceren met de medewerkers, ja. zeg maar, of met hun collega's. Ja, ja, en wat is dan de relatie met, met de, de doelen? Want je hebt als, als HR heb je een opdracht van je management gekregen. Uh, je hebt in een jaar van alles en nog wat te bereiken. Dus um, ja, hoe kan ik die kan ik die doelen dan verbinden met dat ook echt daadwerkelijk luisteren naar die, naar die medewerker? Ja, ik denk wat jij zegt is, je hebt, uh, je krijgt inderdaad doelen. Ja. En er zijn doelen die we moeten behalen. Alleen ik zie dat als één stroming van het vormen van je HR-beleid en van je HR-doelen. Okay. Een andere stroming is, wat speelt er op dit moment in de organisatie bij onze collega's? Ja. En dat ja. zou een ander element kunnen zijn die je inbrengt in je HR-strategie. En zo op die manier... Een, nou ja, een volledige HR-strategie kan, kan vormen. Want je kan bezig zijn met het implementeren van projecten, het vertalen van doelen van de organisatie richting uh, uh, instrumenten of projecten. Uh, maar uiteindelijk, waar slaat dat dan op? Hè? Dus ja, je kan het heel ja. erg bedenken. Alleen als je niet iets oplost wat op dat moment bij onze collega speelt op een medewerker speelt, ja dan dan ben je iets heel hard vooral aan het werk zonder dat je daadwerkelijk impact en effect hebt. Ja, en heb je nou de indruk dat de, de opdracht ook uh, steeds groter en en breder wordt voor HR als je naar de ontwikkeling in de afgelopen jaren kijkt? Ja, zeker. Ja. Ja, nou ja, we zijn. Uh, ik vind het het mooiste vak wat er is. Uh, ja. We, je weet eigenlijk wat er speelt binnen de organisatie. Je weet wat er speelt uh, bij de medewerker, bij de manager, bij de directie, bij de aandeelhouders vaak. Dus je bent echt een speel. En voordat je het weet, en, uh, ben je iets ook heel erg groot aan het maken en doe je dingen ja. die niet direct impact hebben op het welzijn, het werkplezier van onze collega's, waardoor ze ook met veel meer plezier naar het werk gaan en langer blijven. Ja. Um, en ik denk dat daar de prioritering daarvan. Uh, die kan je veel makkelijker maken als je ook daadwerkelijk begrip hebt van wat er speelt in een organisatie. Ja. Uh, want dat is uiteindelijk wat je aan tafel kan brengen. bij ook de directie. En daarover ook de discussie kan voeren. Over wat er als bovenaan het prioriteitenlijstje staat. En ja. wat we nu gaan doen. Ja. Ja. Oké, okay. heb jij dan nog een reactie op, uh, Sonja? Want Anders ga ik heel even kijken of er uh, opmerkingen zijn naar aanleiding van de stelling. Nee, maar goed. Nee? Zullen we eens eventjes ja, kijken? Ja, ja dus dan no nodig ik jullie nogmaals uit om op de stelling te reageren. Um, dat ging net over lijnmanagers, dus. Uh, is daar nog iets te beleggen? Misschien denk je in jouw organisatie van: joh, die lijnmanagers vinden het hartstikke leuk om nog wat HR-dingen te doen. Um, zou ook een leuk inzicht zijn hè, als, dat, uh, als dat zo is. Um, maar anders gaan we alvast door naar de, naar de volgende stelling. En dat is uh, het tempo van veranderen. Ja, want we hebben het gehad over uh, de ontwikkelingen rondom die line managers, ontwikkelingen in het HR-vak. Um, de organisatie, aan zich, de businessmodellen veranderen. De technologie gaat hartstikke snel. Dus het aantal veranderingen die je hebt te absorberen als organisatie, wordt hoe langer hoe groter. Dus mijn vraag aan onze HR-community vandaag is. Of het herkenbaar is dat veranderingen elkaar zodanig snel opvolgen, dat dat ook lastig uh, is om desondanks die medewerker goed te kunnen horen. En dus herken je dat, laat dat vooral eventjes weten. Um, Ga ik in de tussentijd met jou, Sonja, even uh, een doorkijkje proberen te creëren naar mogelijke oplossingsrichtingen om die uh, stem van de medewerker goed te kunnen horen. Want wat zouden nou de bouwstenen kunnen zijn van zo'n oplossing? Ja, ik denk dat dat wel echt per organisatie uh, verschilt. Kijk, ja. op het moment dat die manager zich heel erg overweldigd voelt door het takenpakket wat op zijn of haar bord ligt, dan zal je aan de ene kant is dat een ontwikkelvraag. Dus hoe kun je iemand helpen in zijn ontwikkeling, dat hij dat beter of efficiënter of slimmer doet. Aan ja. de andere kant gaat het over kijken naar de functie van die manager, hè, de breedte en de diepte. Dus hè, zitten daar mogelijke aanpassingen in? Ik denk dat we, wat jij zegt, dat de veranderingen elkaar zo snel opvolgen. Dus voordat we het weten, zijn we uh, bezig om een SPP-plan uh, te maken of zijn we aan het denken hoe we AI kunnen integreren? en de medewerker blijft vaak toch best wel veel uit beeld. Ja. Ik was laatst bij een uh, uh, klant en, en ik hoor dit echt vaker dat bijvoorbeeld reorganisaties in het verleden gewoon tot heel veel uh, weerstand heeft geleid. Ja. Dus dat het woord reorganisatie bijna niet genoemd mag worden, omdat het zoveel effect heeft op medewerkers terwijl daar misschien soms al vijf jaar overheen is gegaan. Dus ja. wat we doen is dan kijken van oh ja, hoe kunnen we het anders verwoorden? Hè? Dus we gaan het zeggen dat het een transitie is of ja. hoe we dat ook vormgeven. Maar ik, ik denk wat daar gebeurd is in zo'n organisatie is de medewerker is gewoon niet meegenomen in die verandering. Ja. En dan krijg je dat als het van ja top down besloten wordt dat het natuurlijk over de medewerkers uitgerold wordt. Daar krijg je natuurlijk nou ja, weerstand van of mensen gaan dat saboteren op een bepaalde manier. En dat blijft etteren in zo'n organisatie. Ja. Dus ik denk dat de organisaties veel meer moeten kijken van hoe kunnen we ophalen. Uh, ik denk dat de oplossingen rijker worden. Dus op het moment dat je medewerkers betrekt. Mm -hmm. Uh, en dat is een spannend veld, want op het moment dat je met, in, met medewerkers in gesprek gaat, dan krijg je letterlijk de weerstand te horen. En soms dat, is dat niet altijd op de manier die altijd heel effectief is. Ja. Dus je zult er doorheen moeten prikken wat er achter de weerstand zit. Wat, wat is de behoefte die achter die weerstand uh, tevoorschijn voorschijn komt? Dat maakt het voor een managementlaag of een directielaag, is dat je ook andere... Je wordt in ieder geval aan het denken gezet. Ja. Je dwingt je om ook opnieuw te kijken naar het plan. wat je misschien gewoon op papier hebt gemaakt. En daar komen soms rijkere oplossingsrichtingen uit. die je misschien als directie of management van het Forum. misschien helemaal niet bedacht had. Ja. Maar die wel veel duurzamer zijn en bestendiger op de lange termijn. Dus ik zie. In heel veel organisaties wordt er heel veel gedaan. Hè? Dus verstaan we niet verkeerd om de stem van de medewerkers te horen. Ja. Maar ook dat gieten we een beetje in een proces. Ja. En als je dan echt kijkt van luisteren we nou echt? Of halen we nou de vraag achter de vraag naar voren? Waardoor we echt weten wat er op tafel ligt. Ja, ik denk dat dat onvoldoende gebeurt. Ja. Ik moest een beetje toen ik hier naartoe reed. Toen dacht ik, goh, ik had altijd... Mijn moeder of mijn vader, die dan tegen me zei: toen ik heel klein was, van uh, ja, je moet wel luisteren. Dus luisteren is bijna iets voor mij van: ik moet doen wat de ander zegt. Ja, ja, ja. Dus ja. luisteren: we hebben daar gewoon heel weinig nog in geleerd en ontwikkeld. En we hebben dat gaandeweg in werk en in vriendschappen en in relaties. We luisteren de hele dag. Ja, ja. Maar ja, weten we nou echt het hele brede spectrum? Kunnen we ons daar nou echt. Ja, toe verhouden. En kunnen we daar ook nog gewoon wat verder in leren. Dus ik vind ook in heel veel ontwikkelprogramma's is het ook nog een beetje on onderbelicht. Ja. Van hoe stellen we vragen en hoe luisteren we echt. Ja, ja oké. Okay. Voordat je daarover verder gaat, dus je zegt eigenlijk, als organisatie doe je er verstandig aan om die stem van de medewerker een prominente rol te geven op het moment dat jij een transitie of een verandering uh, moet gaan doormaken als, als organisatie. Um, daarmee zeg je dus ook dat er best wel veel organisaties zijn die, das, die dat dus onvoldoende doen en daarom in de problemen komen als ik je ja, goed begrijp. Ik niet dat ze in de problemen komen, dus ja. uh, dat wil ik niet per se zeggen, maar ik denk wel dat er nog uh, uh, veel potentie onbenut is. Ja. Ja. Dus ik denk dat misschien dingen anders slimmer, efficiënter en uh, hè, dus dat ja. echt aan het werkgeluk en de betrokkenheid van de medewerkers. Dat je ja, daar ontzettend nog veel uh, uh, in kunt realiseren met elkaar. Ja. Ja. Uh, Priscilla, wil je hierop reageren? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Dus er is een organisatie te doen binnen, uh, of er is een reorganisatie te doen, maar we noemen het niet zo. Um, hoe, ja, hoe kun je die, die stem van de medewerker dan daarin toch uh, goed een, um, ja, een positie geven? Ja, ik denk dat het allereerst jongeren die bang zijn voor de uh, weerstand of voor de ja. geluiden ja. van de medewerker. Want uiteindelijk geven die je zoveel informatie in... Wat je of in je, in je communicatieproces kan meenemen. Want als je weerstand hoort. of Het is vaak onduidelijkheid ja. en onzekerheid. Um, dus het, het heel procesmatig aanvliegen. Ik heb uh, helaas meerdere reorganisaties. Uh, 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 ben ik onderdeel van geweest in, uh, in het verleden. Uh, heb ik ook procesmatig uitgevoerd. En ook uh, in mijn vorige organisatie meer een transitie begeleid. Waarin we echt met het team. Met de teams die het betrof op dat moment. Input hebben opgehaald. Want die ja. input is zo waardevol. En die kan je vervolgens weer meenemen in het vertalen van oké, okay, maar hoe gaat die organisatie er dan uitzien? Hoe gaat die rollen eruit zien? Hoe communiceer je? En ik denk dat we niet zozeer bang moeten zijn voor uh, de geluiden en voor de input die je krijgt, maar dat dat heel waardevol is om ze mee te nemen. Ja. Want uiteindelijk moet je ook niet vergeten dat in, een, in het geval van het uh, reduceren van arbeidsplaatsen, uh, je kan dat heel procesmatig. Aanvliegen en en uh, nou ja, met, met goede zorgvuldigheid natuurlijk. Mm -hmm. maar uiteindelijk is het wel ook een hele grote groep mensen die ja, mensen uh, zien gaan en zien vertrekken. waar ze jarenlang mee hebben samengewerkt. En hoe je dit doet en hoe je zowel de vertrekkende groep als de zittende groep hierin meeneemt. Zegt alles over de fase die je daarna met elkaar ingaat. Ja. En, uh, en het begrip ook wat er dan is voor zo'n nou ja, heftige uh, uh, heftig ingrijpen ja en hoe is dan de relatie met het management want ik kan me voorstellen dat uh, uh, de, een de HR community die denkt nou ik hoor wat je zegt maar bij een reorganisatie is er gewoon een interim manager die zegt van nou we gaan eventjes zo hup die ruit uh, um, VSO een hele sloot UWV hap en door en, ja, dan kom jij met deze agenda aan. Hoe, hoe werkt dat dan? Hoe kan, ik, hoe kan ik dat goed doen als HR professional? Ja, dat, dat, zijn, uh, dat is vooral luisteren ja, en ja. vooral laten zien wat je wil bereiken. Ja. Um, ik, ik wil geen projectje afronden en check en nu gaan we naar de volgende. Ja, ja. Ik wil weten hoe het gaat. Uh, als ik bij koffiezetapparaat sta, dan vraag ik: hoe is je dag? Ja. Hoe gaat dat met je? Ja. Uh, vanuit de HR. En ik denk dat het, ik kom natuurlijk uit een uh, wat kleinere organisatie. We hebben 650 medewerkers nu. Hiervoor ook een wat kleinere organisatie uh, dan dat jullie misschien hier aan tafel uh, hebben. Um, dus misschien is het wat makkelijker, maar ik, ik vind het zo belangrijk dat we niet de mensen kennen op achternaam of op teams of op ja. managers of oh, die valt onder die. Ja. Um, en nou hoef ik niet uh, te weten hoe iemand zijn kat heet en dat is weer het andere uiterste. Uh, maar het gaat er wel om wat beweegt iemand en wa wat speelt er bij diegene en hoe kan ik, hoe kunnen we nu met ons HR-beleid ervoor zorgen dat we uh, de uitdagingen die zij allemaal ervaren, dat we daar echt iets voor doen. Want ja. alleen dan hebben ze ook het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze gezien worden. Ja, ja, en Sonja, kan jij misschien ook een duit in het zakje doen? Dus ik heb, die, uh, ik heb een directie en die, die staan weer onder druk van de aandeelhouders... en dan moet, moet gewoon fors veranderd worden. Hoe kan ik dan toch die HR-agenda bewaken hierin? Ja, het, het heeft ook gewoon met uh, keuzes uh, te maken. Dus ja. met elkaar wel echt de focus durven te leggen... en ook gewoon daarin keuzes uh, te maken. Ja, ja, ja. ja, en dat zijn soms... Ja, spannende keuzes. Ja. ja. Oké. Okay. Even kijken. Ik kreeg twee opmerkingen. Gaan we even naar kijken? Dus, um, Michelle, uh, wat nog lastiger is, is dus dat de weerstand uiteindelijk niet echt boven tafel komt, omdat het door collega's niet uh, benoemd wordt. Uh, even kijken. Um, men praat wel mee en wordt aan de voorkant tijdens de transitie betrokken, maar men laat het achterste van de tong uiteindelijk niet zien. Ja, dus hoe kan je nou iemand motiveren om echt het achterste van zijn tong uh, te laten zien, dat je toch niet uh, verrast wordt? Ja, je hebt uh, drie uh, manieren van luisteren. Dus ik, ik denk, hè, dus, dus daar kan ik kort iets over vertellen. Dus je hebt uh, drie posities. Ja. Uh, ik-positie, de jij-positie en de meta-positie. Ik ja. ga het even bazaal uitleggen. Ja, ja, ja. Dus vanuit de ik-positie um, ben ik al een beetje soort gericht om iets te fixen, iets te oplossen. Ik vind misschien meteen al iets wat de ander zegt. Uh, ik, uh, uh, ik plak mijn eigen belevingswereld uh, op uh, die van de ander. Ja. En dat is natuurlijk heel vaak vanuit de ik-positie dat we in gesprek gaan met de ander. Dus dan hebben we vaak discussies met argumenten voor en tegen. Of de ander heeft eigenlijk al het gevoel dat er niet echt geluisterd is, omdat ik mijn. Waarheid eigenlijk al meteen of mijn verhaal al plak op dat van de ander. Ja. En als je naar de jij-positie kijkt, hè, dus daar kruip je een beetje in de belevingswereld echt van de ander. En daarvoor moet je je eigen oordeel aan de kant zetten, maar eigenlijk ook je eigen empathie. Ja. Want het gaat eh, anders, zou ik zomaar misschien iets te meelevend of te helpend ja. ook uh, willen worden, waardoor ik meteen naar de ik-positie schuif. Dus bij de jij gaat het erom dat je in die belevingswereld van de ander kruipt, waar je ook vragen gaat stellen, omdat je geen weet hebt van die belevingswereld om ja Dat je dat ook voor jou veel, dus dat je er al van uitgaat dat jouw ja. belevingswereld wel anders is dan van de ander. Dus vragen van wat bedoel je precies, of wat voelde je daar dan bij, of hoe zat het dan in precies in elkaar? Kun je me daar iets ja. meer over vertellen? Dan krijg je wat meer diepgang, maar het vraagt wel echt dat uitstellen van dat oordeel en die empathie om dat te doen en uh, en je kan. Beweeg een beetje naar de derde positie, de metapositie. Dus dan ga je een beetje zo boven dat gesprek hangen. Dus ik ben nu met jou in gesprek. Ja. En dan zou ik er wat boven hangen. En dan kan je ook zien. Hè, wat voor woorden worden er nou gebruikt? Ja. Draai ik misschien om jouw vraag heen? Of draaien ja. we samen cirkeltjes? Dus dan kun je iets meer zien van het proces. Waardoor je. als je wat tussen de jij en de metapositie. Ja, heen beweegt, maar wat wel echt veel nieuw terrein is voor heel veel mensen, ja. maakt dat je beter de weerstand uh, op tafel krijgt. Ja, en ja dat, dat is je echt beter goud. Speelt, dat je beter weet wat er speelt. Ja. Ja, ja. ja. Als je dat een beetje oefent, dat is echt goud, die metapositie. Uh... Vooral de jij-positie ja, is goud. Ja, oké. Okay. Ja, waarom zeg je dat? Ja, omdat als ik in jouw belevingswereld uh, uh, kruip, dan stel ja. jij mij de vraag van, hoe bedoel je dat dan? Dan kan ik Jou ook weer een vraag stellen van, ja, goh, ja. Wat, wat begrijp je dan eigenlijk niet aan het antwoorden? Hè? Wat, wat ik jou bijvoorbeeld geef of ja. waar komt jouw nieuwsgierigheid nu zo vandaan? Wat okay. maakt dat jij meer over dit onderwerp wil leren? Ja. Dus dan probeer ik dat echt vanuit jouw plek te doen. Vanuit ja. de meta is natuurlijk een beetje afstand. Dan kijk ik er meer naar van, oh ja, wat gebeurt er nou tussen... Jou en mij ja. in dit gesprek. Ja, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus dat meta-handig is uh, als het niet loopt. Hè? Want dan, kun je, okay. dan ben je even vrij om te benoemen. Ja. Hé, hey, um, ja. volgens mij ben jij langzaam bozer aan het worden. En uh, ik raak ook uh, ja. de energie kwijt in dit gesprek. Hoe voel jij dat? Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Ja, en daar moeten we dus ook niet bang voor zijn. Ja. Om dat, um, die vraag te stellen. Of ja. hé, hey, ik merk nu dat er. Ja, dat er iets niet lekker loopt in dit gesprek. Waar ligt dat aan? Ja. Ben ik dat? Is er iets wat ik heb gezegd? Waardoor je. En ik denk dat we daar niet bang voor moeten zijn om dat uh, op tafel te leggen. Ja, ja want ja. het luisteren wil niet zeggen dat je van alles en nog wat moet met wat iemand uh, zegt. Volgens ja. mij. Dat is volgens mij ook goed om dat te benoemen. Ik heb trouwens nog even een vraag voor jou, Priscilla, want die is wel uh, leuk. Want. Hier is dus iemand hard bezig met um, input te krijgen van medewerkers. Maar uh, Julia die zegt het zijn altijd dezelfde medewerkers die reageren, die, die erg betrokken zijn. Um, dus heb jij misschien een tip hoe je uh, ook de, de minder betrokken medewerker wel meer kan betrekken, zodat je ook dienststem goed kunt uh, horen? Ja, betrek hem actief. Ja. dus als je ziet dat het steeds dezelfde mensen zijn, wat ik denk dat ook een heel goed teken is, want die voelen zich vrij om zich te uiten en om input te geven. Ja. Um, nou ja, je kan bijvoorbeeld ook de vraag stellen als dat dus je ambassadeur zijn om, om die stem te brengen naar de directietafel, ja. nou laat ze ook is misschien wat meer mensen in hun omgeving vragen hoe ze er naar kijken ja. en dus via hen dat ze dat zou kunnen in plaats okay. van via het management, dus gewoon echt via de mensen die zich vaal, vaak wel laten horen, uh, of stap er gewoon zelf op af ja. en vraag: uh, We hebben nu dit even in het geval van bijvoorbeeld de projectimplementatie of een uh, verandering van arbeidsvoorwaarden. We hebben dit uh, uh, gedaan. We hebben dit geïmplementeerd. Hoe kijk je ernaar? Hoe uh, uh, vind je dat we het hebben gecommuniceerd? Mis je daar misschien nog iets in? Ja. En, je, en een andere, je kan ook een, uh, een survey houden in je organisatie om daar veel breder de input op te halen. Ja. Uh, en vervolgens daarover in gesprek te gaan met de teams. Ja. Uh, dus, uh, dat uh, wordt heel vaak vergeten. Dus ik precies. zie heel vaak dat er wel surveys worden gedaan of pulsmetingen. Maar het gesprek op basis van de uitkomsten wordt vaak, nou ja, toch door drukte uh, uit de agenda's gehaald of niet uh, gevoerd. Ja, of het wordt alleen gevoerd als de resultaten niet goed zijn. Ja. Eh, maar laten we nu ook juist eens kijken. Maar wat maakt ons dan zo goed? Of wat zorgt er nou voor dat we ons veilig voelen in dit team? Ja, eh, dus ook, en daar kunnen we weer. Mee naar buiten treden. Daar kunnen de managers weer elkaar over informeren. Waardoor dat ook ja, op die manier uh, rondgaat en je elkaar kan inspireren. Ja, ja ik denk twee waardevolle dingen die je echt uh, zegt. Hè? Dus het betrekken van de mensen die niet het hoogste woord hebben. Want ik denk dat vaak het goud. Ook echt in die groep zit. Want de mensen die zich laten horen, die komen altijd wel. Dus ik denk, zeker als je meer input wil halen, zijn dat vaak de groep die minder snel iets zegt, is ook vaak beschouwender. En juist vanuit het beschouwender komt er heel vaak hele, hele waardevolle input. Maar het wordt gewoon vaak vergeten door alle drukte, hè? want dan denken we: oh, nou, we hebben het in ieder geval gehoord. En het tweede uh, wat je zegt, wat echt waardevol is. Dus ga in gesprek ook over wat goed gaat. We leren nou eenmaal veel sneller en veel beter door te kijken: van oh ja, wat heb ik gedaan, wat bijdraagt aan hè, veiligere cultuur of betrokkenheid of werkplezier. Dan dat ik iets hoor wat ik niet goed heb gedaan. En dat is dus ook het... lastig om te vragen. Dus ja. het is ook lastig om te vragen: wat zou ik de volgende keer beter kunnen doen? of anders kunnen doen? Of wat vind je nou eigenlijk daarvan? Maar je kan ja. ook de vraag anders stellen. En welke suggestie heb je nu voor mij om dat volgende keer uh, op een andere manier te doen? Of hoe zou ik nog effectiever kunnen zijn in mijn communicatie? Of hoe zou ik je nog beter kunnen supporten in ja. jouw rol als manager? En dan vraag je indirect ook veel. Uh, en geef je ook de ander de ruimte om zonder. Het gevoel dat je iets moet aangeven. wat misschien niet positief is. of wat je graag anders zou willen zien. Ja. Uh, de mogelijkheid geeft om. gewoon je ideeën te ventileren en te delen. Ja, ja precies. Je kan het inderdaad. Uh, ook eventjes terugleggen. Hè, van, uh, uh, ik had toevallig vanochtend iemand die zei. Uh, er was, was van een organisatie. waar ze een soort town hall. achtig iets hebben. Uh, ieder kwartaal. iedereen bij elkaar wordt gesproken. iedereen kan reageren. En uh, die medewerker die zei. ja, ik heb hier echt helemaal niks aan. Dit had ook. Die had ook even dit op mail kunnen zetten. En fantastisch. Ze kunnen je zeggen, hoe kan ik het dan verbeteren? Maar we hadden dus daar moeten vragen. Hoe kunnen we jou bereiken? En wat, wat zijn voor jou de kanalen of de manieren? Waarop jij jouw kijk op de organisatie kunt uh, delen. Ja, vind ik interessant. Oké. Okay. Nou, bedankt voor, uh, voor de vraag uh, tot zover. Ik heb er eigenlijk nog wel een aanvulling uh, op. Oké. Okay. Het wordt ook leuk in dat boeken omschrijven. Ja, we, wees trouwens niet uh, te bang voor de microfoon. Dan kunnen we nee, niet goed horen. Precies. Ja. Ik stap altijd naar achteren. <laughs> ja, ja. Nee, het boeken omschrijft het ook wel leuk van dat er gewoon een aantal voorwaarden zijn om te luisteren. En die denk okay. ik universeel zijn. Of je nou vanavond thuis zit. Uh, ja. Met oh, je, je ja. vrouw uh, tijdens het eten. of wat je gebruikt in, in dialoogsessies die je met medewerkers organiseert. Kijk, ergens gaat het over goed luisteren. en dat je je in die tweede positie wat vaker. Ja. weet te begeven. Dat is belangrijk, wat ik volgens mij uh, net zei. Maar je kunt ook naar taal luisteren. Oké. Okay. Dus, dus we zijn heel erg geneigd om alleen maar te luisteren. en dat is ook belangrijk. wat je inhoudelijk zegt. Maar als ik. Met wat minder concentreren op de inhoud. En ik zou me wat meer concentreren op de woorden die gezegd worden. Yeah. Dan, hè, dus dan krijg je woorden. Hè, waardoor het misschien lijkt dat iemand een heel open antwoord geeft. Maar er zitten er gewoon ja, van die kleine woordjes in. als maar of dan of toch niet. Yeah. In zinnen uh, opgesloten. waardoor er eigenlijk. Achter wat misschien heel erg open lijkt. Uh, er toch nog een hele wereld schuil gaat. Okay. Waar je natuurlijk wel allemaal nog vragen over zou kunnen stellen. Dus iets meer, meer uit de inhoud. En iets wat meer concentreren gewoon echt op taal. Is gewoon super belangrijk. Wat het boek ook mooi zegt. Hè, van vraag toestemming. Dus op het moment dat je met elkaar gaat verdiepen. Is het natuurlijk wel belangrijk van... Goh, is het oké okay voor jou dat, hè, dat ik jou daar nog een paar vragen over mag stellen? Ja. Wij zeggen wel eens in trainingssettings van elke vraag mag, maar je gaat wel zelf over het antwoord. Dus ja. hè, ik bedoel, het is je eigen ja of nee of je antwoord wil geven op de vraag. Want vaak gaat het helemaal niet om de antwoorden, gaat het eigenlijk alleen maar om de vragen die gesteld worden. Ja. Okay. Dus toestemming vragen of hè, onder welke voorwaarden je dat doet met elkaar is superbelangrijk. Okay. Maar ook vertragen. Dus we zitten in een wereld die supersnel is. En een dialoog vraagt echt vertraging. Ja. Soms moet je er even een oefening, hè, van tevoren een kleine meditatieoefening, wordt steeds veel, veel meer bedrijven wordt dat gedaan. Mm -hmm. en, en dat is heel effectief, want dan kom je in een soort vertraging met elkaar waardoor het veld waarin de dialoog ook kan plaatsvinden, uh, nou in ieder geval veel meer ruimte geeft voor een verdieping in het gesprek. Ja. En het laatste, en dat hadden we natuurlijk ook wel al gezegd hè, over het ongemak. Want in het vragen stellen kom ik ongemak tegen. Dus als ik, een, hè, dus als ik voel van het is een spannende vraag, of ik ga al denken dat jij mijn vraag ja. spannend vindt, dan ben ik al geneigd om hem niet, uh, om hem niet uh, te stellen. Ja. En ergens als ik misschien doorvraag, word jij wel gefrustreerd. En denk ik: Oh god, wat moet ik met jouw frustratie? Hoe doe ja, ik dat? Ja. En de kunst om dat ongemak, of het nou uit mijn kant is, omdat ik het misschien spannend vind. of de frustratie die misschien aan jouw kant ontstaat. dat vervolgens weer kunnen inbrengen in het gesprek. Ja, dat maakt gewoon een ontzettende mooie voedingsbodem bodem voor het gesprek. En dit soort diepgang in gesprekken kom je gewoon heel weinig tegen in de praktijk. Ja. En kom ja. je ook heel weinig tegen in uh, ontwikkelprogrammas. Ja, ik wil eventjes die, dat vertragen even eruit uh, pakken, want dat is zo, is, dat voelt heel erg contra-intuïtief. Ja. En want we moeten gas geven ja. en we moeten door. We hebben de doelen. Um, uh, hoe, hoe zie jij dat, uh, Priscilla? Dat vertragen uh, pas je dat ook toe? Ja, We kunnen heel snel op aannames iets bouwen. Ja, we zijn echt uh, kampioen in iets. Uh, vooral als je goede projectmanagers hebt om iets op te pakken, strik je erom te ja. implementeren en, uh, en te communiceren. En juist het vertragen en uh, heel doelgericht te kijken: maar wel, welk probleem lossen we hiermee op? Mm -hmm. um, jezelf af te vragen: welke uitdagingen voorziet dit? Op welke behoeften is dit nu gericht? Ja. Um, die behoefte gaan ophalen, ook toetsen van tevoren. Ik denk dat we ook veel te bang zijn om iets helemaal uit te werken en dan vervolgens pas als het helemaal klaar is, de organisatie in te brengen. Ja, ja en dan krijg je pas de weerstand en de vragen, en die kan je ook namelijk echt wel in het hele proces ophalen, waardoor je steeds weer een stukje verbetert en uh, dat kan meenemen naar een gewoon een nog beter eindproduct. Ja, en het vertragen helpt daar heel erg bij. Uh, door te kijken naar nou, welke afweging heb ik nu gemaakt, welke uitgangspunten heeft dit project nu, uh, wat waren alternatieven die, uh, uh, die, die ik ook nog verder kan onderzoeken. Ja. En dat sterkt uiteindelijk alleen maar ook je argumentatie om mocht er weerstand zijn, en weerstand is eigenlijk niet meer dan vragen en onzekerheden en vragen en de roep om verduidelijking, dat je die ook makkelijker kan geven. Ja. Duidelijk. Ja. Duidelijk. Oké. Okay. Hey Sonja, jij ging een brug maken naar uh, meer richting uh, luisteren als competentie. Dus ik wil dat heel eventjes bij onze luisteraars, kijkers neerleggen. met onze derde stelling. Uh, we hebben het nu over luisteren. Maar is luisteren een, een taak van HR of is dat een competentie van HR? En misschien ook wel voor de rest van de organisatie. Maar ik wil in ieder geval even die competentie versus taak uh, neerzetten. Dus uh, nou reageer er vooral op en laat ons weten hoe je daarover denkt. Uh, vraag eerst aan Sonja hoe zij daarover denkt. Ja, ik denk dat het een uh, vaardigheid is die ieder mens zou moeten trainen. Ja. En ik denk dat uh, de HR-professional dit veel meer uh, in mag brengen. Ja. Meer lef mag tonen, soms om een vergadering ook te vertragen, om een ander perspectief in te brengen. Dus ik denk dat HR zeker de kartrekker mag zijn. Ja. Soms ook wel een beetje de pijn in de ass. Ja. Of, uh, uh, maar. Ik denk dat het dat, hè, dus dat we allemaal hier nog veel in te leren hebben. Ja, als het ja. dan zo over tragen gaat. En dan denk, oh ja, we zitten hier in de webinar. En dan denk ik, oh ja, en het is al van het beeld van we hebben 45 minuten. We hebben ja, ja. best wel veel te vertellen. Dus ik voel al aan mijn hele, eigenlijk aan mijn houding al, dat ik denk, oh ja, ja. ademhaling hoog. Het, hè, dus je wil te veel vertellen in één keer. Ja. Ja. Dus ook hier dan, als het spannend is, is het ook moeilijk om te vertragen. Dat kan ik nu al in mijn hele lijf uh, voelen. Ja, ja ik, ik kan me dat soort meetings ook nog wel voorstellen. Dat je, dan heb je de versnellers versus de vertragers ook uh, soms. He, van, van nou, we de, willen de mensen die even willen doorpakken, besluiten willen nemen, want we hebben afgesproken vandaag besluit 1, 2 en 3 te nemen. Ja. En daar zit dan iemand die zegt van ja. Um, wacht even, volgens mij gaan we aan een aantal dingen voorbij. Ja. Um, ik wil heel even de discussie weer ietsje in de breedte voeren. Maar ja, dat gaat dan weer. Dan gaan mijn doelstellingen alweer. Dan ben ik weer een week kwijt voor mijn, uh, voor mijn project. Maar ik denk wel dat echt hier een taak ligt voor HR-professionals. Ja? Dus als HR meer strategisch wil bijdragen, dan vraagt het ook in dit soort dingen echt te durven te interveneren, te vertragen. Een ander perspectief uh, in te brengen, hoe ja. lastig dat ook is. Want besluitvorming wordt er echt beter van. Ja. Dat is niet hè, bedoel, iets wat we hier aan tafel verzinnen. Daar is gewoon heel veel onderzoek naar gedaan. Ja, ja. oké, okay. duidelijk. Um, ja, dus nog steeds de vraag aan jullie uh, uh, om daarop te reageren: uh, competentie of taak dat luisteren. Um, Even zien, wilde jij nog iets kwijt over die, die voorwaarden van de luister? Volgens mij hebben we ze allemaal doorlopen, of niet? Ja, ik uh, ja. was iets te vroeg geloof ja. ik. Hè, ja, in ja. dat ik uh, me. Even checken. Um, dan gaan we even naar jou, Want Wat zijn voor jou nou winnende elementen om als organisatie veranderingen goed door te kunnen voeren? Ja, vertragen is daar één van. Ja. Um, zelf uh, ook kunnen voelen. Soms voel je inderdaad in een gesprek. Uh, of tijdens een projectgroep dat we om de hete brei heen draaien... dat het niet wordt benoemd. Ik denk dat het ook onze taak is om nou ja, de vis op tafel af en toe te leggen... en te zeggen, hé, maar wat is nu de olifant in de kamer die, uh, die we niet benoemen? Mm -hmm. um, dus, dus ik denk dat dat één is, maar ook gewoon een, een goed HR-team... Dat uh, ook echt in verbinding wil zijn en met elkaar, maar ook met de organisatie. Want uiteindelijk zijn wij degene die dat kunnen promoten. En ook door de manier hoe wij verbinden met managers, uh, uh, daarin veel meer grond te kunnen uh, creëren. om ook strategisch met de afdeling uh, bezig te zijn. Ja. En ook veel meer impact te maken. Dus voor mij is het, is het heel belangrijk dat je een, een team hebt. wat ook niet bang is om even een praatje te maken bij het koffiezetapparaat en even te vragen. Uh, uh, als je iemand nog nooit hebt gezien wie het überhaupt is. En dat ja. we het hebben over voornamen in plaats van alleen maar over achternamen. Ja, dus zijn, dat, zijn dat dan dingen in het bijzonder waar jij op let als jij uh, nu iemand in je HR-team opneemt of uh, als je je HR-team beoordeelt? Zeker, nee, ik ben in de gelukkige ja. omstandigheden uh, geweest dat ik het afgelopen jaar mijn HR-team heb kunnen bouwen. Mm -hmm. En uh, ja, daar heb ik ook zeker op gelet. Ja. Want uh, nou ja, het is heel belangrijk dat we weten. Ik kom uit een organisatie nu waar ik werk, uh, daar zie je niet iedereen bij het apparaat, Want mensen zijn de producties aan het draaien. Ja, ja. En uh, die zijn gewoon uh, merendeel van de tijd zijn ze niet op kantoor en sommigen zelfs nooit. Ja. Uh, dus om te weten wat er speelt, moet je echt ook het willen begrijpen. En voor mij is het willen begrijpen van de behoefte, van wat er speelt, van... Nou ja, de meningen van mensen, dat is het allerbelangrijkste. En als je die competentie hebt, ik heb bijvoorbeeld een, uh, een van onze collega's, uh, managers, jarenlang al bij ons in het bedrijf. Uh, die is business partner sinds uh, afgelopen okay. maart. Ja. En nou ja, hij heeft geen business partner ervaring, ja. maar wel begrip van de organisatie, begrip van. Uh, de achtergrond van mensen van, uh, van hoe het eigenlijk het reilen en zeilen van het bedrijf. Ja. En voor mij, uh, te samen met de jarenlange managementervaring, natuurlijk, is dat veel belangrijker dan uh, het HR. Uh, qua inhoud uh, kennen, want dat kan je leren. Ja. En ja. dus, dat kunnen we. Uh, we kunnen leren hoe we naar er kijken. We weten hoe we ziekteverzuim. Dat, dat hebben we ook allemaal geleerd. Dat heb ik ja. ook geleerd. En vervolgens is het meer in wat doe je ermee en hoe maak jij het verschil voor en de mens, de manager, je collega's. En dat. Uh, dat is voor mij het belangrijkste in het vormen voor mijn team. Ja, ja ik vind dat heel ja. leuk om te horen. Ja, Sorry, Sonja. Je deed er toen we straks nog aan de andere kant van deze webinarruimte zaten. Een mooie toevoeging. Op dat je zei. Inmiddels heeft HR echt wel hè, de positie verdiend. We zitten aan tafel. Dat wordt ook onderbouwd hè, met uh, onderzoeken die daarover uh, plaatsvinden. En hè, dus de bedrijfskundige kant van HR is echt wel meer belicht geweest. En jij zei ook van ja, en we moeten daar ook niet. In doorslaan dat we de andere kant vergeten. Dus het is zo belangrijk om aan de ene kant, tuurlijk bedrijfskundig en people analytics gedreven, dat je in ieder geval kan onderbouwen en wat trends kunt uh, meegeven aan een directieteam, maar dat het nooit ten koste mag gaan dat je gewoon de medewerker uit het oog uh, verliest. Dus dat er ook tijd moet zijn. Om met de medewerkers in gesprek te zijn ja. of dat het management met de medewerkers in gesprek is en dat die balans gewoon super belangrijk is. Ja. Eens. Ja, goede ja. toevoeging. Oké, okay. hey, we zijn bijna aan het einde van, uh, van onze sessie. Um, even uh, aan jou de vraag, Sonja, stel ik zit nu te kijken, ik ben HR-professional, HR-directeur. Ik denk ik moet met mijn HR-team of ik moet met mijn leiderschapsteam of medewerkers uh, hier, uh, moet ik iets met dit thema? Wat, wat kun je als het ontwikkelhuis daarin bieden? Uh, nou, we kunnen er heel veel in bieden ja. op maat, uh, maar ik uh, zou uh, uh, vooral kijken naar onze twee uh, post-HBO uh, geaccrediteerde opleidingen. Mm -hmm. Eén uh, strategisch HR, echt voor HR professionals. Ja. Dus daar zit zowel de kant in, dat je natuurlijk vanuit het instrumentaria en de people analytics kant, maar er zit ook de andere kant in. Dus hoe doe ik dat in gesprek? Hoe uh, durf ik de vis op tafel uh, te leggen? Hoe... Ja, dat ja, bouw ik aan mijn stakeholder management. En aan de andere kant hebben we ook een post geaccrediteerde opleiding voor leiders. Voor leiders die meer impact willen maken. Mm -hmm. Waar we ook dat snijvlak mens en inhoud uh, ook hebben gecombineerd uh, in, die, uh, in, die, uh, in die, uh, beide opleidingen. Dus volgens mij. Komt ja. er straks een QR-code. Ja, die hebben we. Even snel naar de website uh, wordt geleid. Ja, ja precies. En anders kan je sowieso ja, gewoon naar ontwikkeling. De opleidingen nee. starten in september, ja. weer naar de zomer. Ja, duidelijk. Oké, okay, dan gaan we afsluiten. Uh, Sonja en Priscilla, hartelijk dank uh, voor vandaag. Uh, bedankt voor jullie inzichten. Kijkers vandaag op LinkedIn, ook bedankt. En als je hebt geluisterd op Spotify, uiteraard ook bedankt. Um, het boek gaan we eerst nog eventjes weggeven. En dan vond ik de vraag van Julia die vond ik het leukst. Die gaf aan: uh, ik heb altijd uh, enthousiaste medewerkers die mee willen denken, maar er is een groep die ik minder goed hoor. Ik hoop dat we je een aantal concrete tips hebben weten te bieden om ook die medewerkers te betrekken. Dus jij krijgt van ons het boek uh, Socrates uh, op sneakers. En onze collega uh, Mariska zal met jou via LinkedIn even contact zoeken om te zorgen dat jij dat boek gaat krijgen. Um, en dan sluiten wij af met een uh, gedicht. En dat gedicht is van um, Leo Buscaglia. En dat gaan we nu horen van uh, Sonja. Zet hem op. Ja, dit is een gedicht wat we wel eens in trainingen gebruiken. Maar ik uh, ja, vind het een prachtig gedicht. Luisteren. Dat is de titel. Ja. Als ik je vraag naar mij te luisteren. en jij begint mij adviezen te geven. dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo zou moeten voelen zoals ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus. En als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken. Dus alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even. En ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. Prachtige afsluiting. Dankjewel, Sonja. En iedereen, tot de volgende keer.